De Via Cultura zomereditie vanuit de Kunstkerk in Dordrecht. In gesprek met Astrid Ozenburg, voorzitter van het COC. Over LHBTI, haar periode in de landelijke politiek en over de overheid. Maar ook over ICT, privacy en hoe toenemende digitalisering mensen kan uitsluiten. Presentatie Gert-Jan Kleinpaste. Dames en heren, welkom bij Via Cultura zomereditie. Live vanuit de Kunstkerk. U kunt ernaar kijken via Facebook waar de livestream draait. U kunt ernaar luisteren. U kunt op de fiets springen en naar de Kunstkerk komen. Er is van alles mogelijk. Astrid Ozenburg is mijn gast. Welkom Astrid. We hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. We zaten net even over te praten dat we in ieder geval in 2019... in de Grote Kerk een leuke bijeenkomst hebben gehad. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben vandaag. Maar ik wou toch maar een beetje bij het begin beginnen om wat kennis te maken met wie Astrid eigenlijk is. Dus hoe is jouw leven zo ongeveer van start gegaan ooit? Want dat was volgens mij best roerig. Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ik weet ook niet hoe lang je hebt, maar... We hebben 2 uur. Oh, nou ja, en zelfs dan heb je niet de hele versie, denk ik. Maar de meest korte versie is dat ik als jongste geboren werd... in een gezin waar al 5 andere kinderen waren. Ik was 6e kindje. Mijn moeder werkte in een bar. Mijn vader was oud-marinier en hield wel van een drankje. En ja, het ging tussen mijn ouders niet zo heel lekker. En toen ik... 4 was, had mijn moeder niet meer zo zin in. Dus die heeft de spullen gepakt, is afgereisd naar Griekenland met een vriendin. Achter een paar Grieken aan die ze in de bar had ontmoet. En mijn vader bleef achter met 5 kinderen of 6 kinderen. En nou ja, uiteindelijk greep de kinderbescherming in. En kwam ik in een tehuis. Nou ja, van een tehuis uiteindelijk in een pleeggezin. Nou, ging ook niet zo lekker. Daarna weer terug naar huis, wat ook niet goed ging. Want 9 jaar mijn moeder niet gezien. En die, daarna... die was weer terug naar Nederland? Ja, dus, nee, ja die was inmiddels al lang weer terug. Want ja, zo'n avontuur is leuk. Maar ondertussen waren wel alle kinderen natuurlijk weggehaald. En mochten ze die niet meer zien. En, ja, dus eigenlijk een hele rare, roerige start van mijn leven. Thuis gezeten ook nog. En op mijn 15e op mezelf gaan wonen en gaan werken. En dat doe ik tot de dag van vandaag, ja. Doe ik dat nog steeds. Ja. Gewoon heel vroeg de handen uit de mouwen en aan de slag. Ja. En ik heb ook wel gelezen dat daar een hele rijke schakering aan baantjes in heeft gezeten. Ja, ja. En misschien was het een voordeel dat toen ik op mezelf ging wonen, was ik 15, bijna 16. Mm-hmm. En de leerplicht was toen nog tot 16. Dus ik moest wel 's avonds naar de moedermavo, maar overdag kon ik gewoon werken. Dus ik, ja, en toen, de dag dat ik 16 werd, ben ik ook gelijk gestopt met school. Want dat was echt, nou, dat paste niet bij mij. Nee. Dus ja. Wat maakte nou dat school niet bij jou paste? Ja, ik denk... Ik bedoel, dat was al heel jong wel duidelijk. Omdat ik gewoon heel snel afgeleid ben. Dus, en hele andere interesses heb. Dus ik leer ook anders dan volgens de standaard boekjes. Ja. Dus, ik ben autodidact. Dus alles wat ik leuk vind, dat nou, slurp ik echt op als een spons. Maar... Ja, weet je, dingen die ik niet leuk vind, krijg ik gewoon niet in mijn systeem. En ja, en op school moet je nou eenmaal al die vakken kunnen. Ja, en van al die vakken geldt, ja, het moet nou eenmaal. En of het leuk is of niet, dat doet het niet zoveel toe. En het is dat curriculum, that's it. Dus, ja, en als je dan niet zo goed bent in Nederlandse spelling, dan ben je al snel, krijg je stempel dom. Dus dat is ook wel makkelijk, dan... Want dan hoef je helemaal niet meer je best te doen. Dus ja, dat is toch wel achteraf gezien, denk ik. Van, nou, misschien een iets ander onderwijs was ik misschien wat beter uit de verf gekomen. Uiteindelijk is het me ook wel gelukt, maar via de andere weg, ja. Ja, nee, uiteindelijk komen mensen toch altijd wel daar terecht... waar ze gewoon hun rol kunnen pakken, denk ik. Ja. Dus dat werkt op zich wel. Maar een fijne schooltijd houdt natuurlijk wel bij. Dat, bedoel, het is natuurlijk altijd leuker dan dat... Ja. Dat het wel heel erg zoeken is. Ja, want ik heb uiteindelijk zo'n... ik heb het ooit wel eens geteld, volgens mij 13 scholen gehad. Dus ja, dat is ook niet echt dat je denkt van... dan maak je ook een beetje
contact met andere mensen of zo. Ik was natuurlijk altijd... Nee, want dan word je ook nooit deel van een groep waarmee je zeg maar een hele basisschoolperiode of een middelbare schooltijd optrekt. Nou. Dat ken je dan niet. Nee, mijn lagere schoolperiode was het meest stabiel, zeg maar. En daar heb ik het ook het meest naar mijn zin gehad. Het was een Jena-plan. Een van de eerste in Nederland waar sociale vaardigheden heel hoog in het vaandel stonden. Dus ja, schijnbaar vond ik dat onderwerp wel heel leuk. Want dat heb ik wel heel erg tot me genomen, zeg maar. Dus het kringgesprek waar de dag mee begon, was het leukste moment. En de weeksluiting op een podium en toneelstukjes doen of gedichten voordragen. Dat was voor mij begin van de week. Eind van de week waren wel de mooiste momenten, ja. Ja, en de regio waar je opgroeide, dat is niet heel ver van Dordrecht vandaan, volgens mij. Nee, ik ben geboren in Rotterdam. Ik heb in Vlaardingen mijn lagere schooltijd gehad en in Den Haag mijn middelbare school. En daarna ben ik weer terug naar Rotterdam verhuisd. Dus ja, die rollende R, die komt wel ergens vandaan, inderdaad. En dat Zuid-Hollandse mouwen opstropen en lekker aan de slag, dat zit er wel helemaal in. Ja, in Rotterdam verkopen ze ook gewoon de overhemden met de mouwen al opgestroopt. Dus dat is ook veel praktischer eigenlijk. Nee, precies. Ik moet dan altijd eerst die knoopjes weer losdoen en dan... Dat gebeurt er. Ja, het is helemaal nergens voor nodig. Allemaal gedoe wat dat betreft. Je hebt inmiddels zelf ook kinderen, volgens mij. Verhouden ze zich ook zo moeizaam tot onderwijs? Of, wat zeg je? Wat is... Je hebt zelf ook kinderen inmiddels. Verhouden ze zich ook moeilijk tot onderwijs? Of toch wel. Tenminste, de oudste twee. En daar ben ik vrij lang nog alleenstaande moeder mee geweest. De tweeling is een heel stuk stabieler opgegroeid. Mm-hmm. En dan merk je ook wel een beetje nature-nurtje. We zijn toen verhuisd uit Rotterdam naar Berkel en Roderijs, naar een dorp waar het heel rustig is. Toch iets kleinere klassen, iets meer aandacht. En die zijn nu allebei 18 en zitten allebei op het HBO en zijn eigenlijk zonder problemen hun hele schooltijd doorgerold. Ik verbaas me er nog steeds over. En ik probeer er ook niet te vaak iets van te zeggen van hoe kan dit? En waarom vinden jullie dit zo leuk? Nee, ik bedoel, als het goed gaat gewoon... Ja, precies, ja. Maar ik ben ook heel trots op hun. Maar ik ben ook trots op de oudste twee. Waarvan de een op speciaal onderwijs zat. En het heel ingewikkeld was ook om daar een goede opleiding uit te krijgen. En mijn andere zoon is techneut, dus ZZP'er, werkt achter de schermen, vooral bij theater. Heeft op de theaterschool gezeten en werd daar pas gelukkig. Ik bedoel, ook zijn hele middelbare schooltijd was best wel problematisch en een hel af en toe. Omdat als je net iets anders bent dan de rest en je bent toch jongen wat zachter. Kinderen zijn dan onderling volgens mij ook glashard, hè? Ja, terwijl, toen is ze naar toneelschool gegaan in Rotterdam en licht- en geluidstechniek gaan doen. Heeft daar zijn meisje leren kennen en zij werkt ook in theater en ze zijn echt dolgelukkig nu. Dus weet je, uiteindelijk kom je wel terecht waar je moet zijn, denk ik. Dus, De route hoeft niet altijd de meest makkelijke te zijn. Nee, maar ik vind voor de tweeling wel heel fijn dat ze eigenlijk zo overal doorheen gerold zijn en... nu allebei HBO doen. Dus, leuk. En die keuze om de stad te verlaten en in zo'n dorp te gaan wonen? Dat komt door mijn dochter. Ik had al twee zonen en toen werd ik onverwacht zwanger van een tweeling. En dan moeten mensen lachen, hoezo onverwacht? Ik was gewoon aan de pil. Dus ik had het ook niet bedacht dat ik nog kinderen wilde. Op het moment dat het zover was, dacht ik van ja... Weet je, we zijn gelukkig en waarom niet? Het is welkom. Het is welkom. En toen bleek er ook nog twee te zijn. Toen dacht ik, als het maar geen twee meisjes zijn, dacht ik de hele tijd. En toen inderdaad kwam eerst mijn zoontje ter wereld. En 4 minuten later zijn zusje. En toen dacht ik, oké. En toen keek ik naar haar. Ze waren allebei een maand te vroeg. En toen dacht ik van, ik ga weg uit de grote stad. Ik wil dit kind, dit meisje. En dat is heel... Mm-hmm. Eigenlijk heel erg slecht gedacht van mij. Maar ik dacht echt van, ik moet dit meisje beschermen. En ik moet voor haar gaan zorgen. Waarom is dat nou slecht bedacht? Omdat die jongens net zoveel verzorging nodig hebben. En toch ben je zo geprepareerd in je leven. Dat je denkt van, die jongens die redden zich wel. En dat meisje moet ik gaan beschermen. Terwijl achteraf
denk ik dat die jongens hebben ook de nodige bescherming nodig gehad. Die hebben ze gelukkig ook gekregen. Ja. Maar het is toch hoe je geëquipeerd bent, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En, maar geen spijt gehad hoor, want ik woonde echt in Rotterdam aan de snelweg zo'n beetje. In Rotterdam-Noord, het was heel vies daar. Die A13. Ja, veel drugsrunners. Ik had al twee jongens daar op straat op laten groeien. En daar ging het dus niet altijd even goed mee. Ook omdat er veel toch geweld was op straat, veel schelden. Ja, en dan kom je in een dorp te wonen. En die kinderen konden eigenlijk van heel klein al op de fiets overal heen. En dat was met die oudste twee ook niet. Die kon ik niet alleen op de fiets door de hele stad sturen. Dus ik, uiteindelijk geen spijt van. Maar ik kijk ook uit naar het moment dat al die kinderen weer allemaal de deur uit zijn. Alleen die tweeling moet nu nog ooit een huis zien te vinden. En dan verhuis ik toch waarschijnlijk wel weer terug naar een stad. Dan het bruisende leven van een stad toch weer opzoeken? Of, Ja, want ik mis soms wel dingen in een dorp. Ik bedoel, het is heel fijn, heel rustig. Maar ik merk wel, als je wat ouder wordt, dan is het ook fijn als je gewoon je deur uit kunt stappen en je kunt gewoon ergens op een terrasje gaan zitten. Dat je niet eerst een half uur moet lopen of een kwartier fietsen of misschien met de OV naar een andere stad om wat leuks te gaan doen. Maar een middelgrote stad is ook nog wel leuk. Alles op het gebied van cultuur, dat zit toch meer in in de steden. Dus dat vooral, ja. En als we het over cultuur hebben, goede gewoonte in Via Cultura Zomereditie is dat we muziek hebben. Leuk. Een live act. En vandaag is bij ons de gast, ik ben heel blij dat ze er is, Celeste. Welkom Celeste. Dankjewel. Het is leuk je weer te zien. De laatste keer dat ik jou zag was bij het Hoffestival. Klopt, dat was vorige maand. Ja. Anderhalve maand geleden alweer. Wij moesten de eerste Vrije Statenvergadering herdenken met elkaar. Ja, dus, een leuk optreden. Ja. Wat ga je als eerste voor ons zingen vanavond? Ik ga een liedje zingen dat heet Your Ghost. Still recall you and me. Well,
Remember when we crossed the bridge, almost missed the last train home. No other night like this, the world was ours alone. Thank you, Bel. Dames en heren. Celeste, u gaat me nog 5 keer horen in deze uitzending, dus dat wordt nog weer prachtig. Mm-hmm. Altijd fijn dat er gewoon echt iemand live hier muziek komt maken, dat is zo heerlijk. Astrid, we gaan heel even naar een fragment, voordat ik met je ga praten over politiek. Wat verklaar en bedank ik. De 44-jarige Astrid Oosenbrug is een bijzonder geval tussen bijna allemaal hoogopgeleide Kamerleden. Als klein meisje werd ze door haar ouders naar een internaat gebracht en ze groeide op in een pleeggezin. Alleen de lagere school maakte ze af. Ze werkte bij McDonald's, in de thuiszorg en bij de Albert Heijn. Mensen vinden het heel verfrissend dat er dus iemand komt die, zoals het heet, met beide poten in de klei heeft gestaan. En dus gewoon echt weet wat er leeft in de wereld en op straat. Ik heb ook op de Binnenweg gewerkt bijvoorbeeld. Dus ja, ik snap wel wat er een beetje leeft in Rotterdam, denk ik. Na de scheiding met haar eerste man zat ze tijdelijk in de bijstand. Die periode heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze politiek actief werd. Onder meer als raadslid in Lansingerland. Ik merkte op het moment dat ik zelf... door omstandigheden in de bijstand kwam en ook zag hoe je hoe gestigmatiseerd je daarmee raakt en hoe je daaruit moet zien te komen en hoe de wereld naar je kijkt en wat je eigenlijk zelf moet doen. En als je niet mondig genoeg bent, dat je eigenlijk heel erg weg gaat zakken en dat het toch lastig is om daaruit te komen, dacht ik van nou, dat moet gewoon anders kunnen. Wekers. Dat verklaar en beloof ik. Met dank aan de collega's van Rijnmond in dit geval. Het begin van een periode in de Tweede Kamer. Daarvoor was je al gemeenteraadslid geweest. Ja. Het filmpje zegt heel kort, of het geluidsfragment, dat met name jouw periode dat je even in de bijstand terecht kwam. Wat absoluut geen vetpot is, ongelooflijk moeilijk is, dat jouw politieke bewustwording en het feit dat je daarvoor in wou gaan zetten wel heeft gesterkt. Ja. Waarom was dat zo nodig? Ja, omdat ik denk wat me toen heel erg pijn en verdriet heeft gedaan is... ik was al moeder en ik was in een relatie en ik had 2 kinderen en het was allemaal prima. Door omstandigheden ga je uit elkaar en dan word je alleenstaande moeder. Nou, je... een scheiding heeft best wel veel impact op je. Ik voelde me behoorlijke mislukkeling weer, omdat ik ook dit niet. Mm-hmm. Ik volgde eigenlijk wat mijn ouders hadden gedaan. Dus, ja. ik had heel veel te verwerken in die periode. En vervolgens zijn er mensen om je heen. En die hebben zoiets van, oh, lekker hè, in de bijstand. Lekker je handje ophouden. Terwijl, ja, ik werkte al vanaf mijn 15e. En toen kwam er op een gegeven moment een moment in december... toen was mijn uitkering ook niet, of bijstand was niet gestort. Dan komt de kerstvakantie eraan, alleen met 2 jongetjes. Ik dacht van ja, maar ik moet gewoon geld hebben. Probeerde iemand te bereiken bij de gemeente, niemand die ook maar reageerde. En ik dacht van ja, ik moet iemand spreken. En toen heb ik de wethouder een mail gestuurd van luister, dit is wat er nu gaande is, dit is wat er aan de hand. Help me, ik heb echt hulp nodig nu. Want anders weet ik het gewoon niet meer. Nou, toen kreeg ik eindelijk belde inderdaad de wethouder. En ik zei van, hoe kan dit, weet je? En hij zei, ja, maar het is allemaal politiek, bla, bla, bla. Dus dan heb je in die zin nog mazzel dat het de wethouder is... die dan ook nog de moeite neemt om dat contact te leggen. Ja. Ja, maar het gaf me ook wel inzicht in hoe dat dan werkt, weet je? Dus dat er vanuit de politiek heel veel dingen worden beslist over... nou ja, iemand zoals ik die dat op dat moment in een situatie zit... waar ze zelf niet om gevraagd heeft... En ik heb echt wel mijn steentje, vond ik toen ook al. Ik was toen 30. Ik had al 15 werkzame jaren erop zitten. Ik dacht van, nou, nu heb ik een keer hulp nodig. Ja. En ik word behandeld als een of andere crimineel. Maar ook in de buitenwereld, ook op de school van mijn kinderen. Want ineens was alles een probleem. Want ja, ik was nu alleenstaande moeder. Terwijl ik dacht, ja, maar dat, eigenlijk was ik dat ook al in mijn relatie. Alleen omdat... het viel iets minder op. Ja.
Ja, en dat, dat maakte wel dat mijn politieke hart heel hard ging. Of tenminste, ik had toen nog helemaal niet door dat het allemaal politiek was. Maar ik wist wel van, ik ga me inzetten voor iedereen. En de keuze voor de Partij van de Arbeid? Ja, dat was toen wel. Want dat had ook SP kunnen zijn, denk ik dan? Of, nee, want ik ben wel echt een sociaaldemocraat, merk ik. Ik geloof heel erg in emancipatie. Ik geloof heel erg in verheffing. Dus als je voor een dubbeltje bent geboren, kun je hem heel makkelijk een kwartje worden als je maar de juiste kansen krijgt. En ik geloof echt in een eerlijke wereld voor iedereen. Dus ook mensen die niet hier vandaan komen. Ook mensen die ergens elders in de wereld het moeilijk hebben. Die hebben ook onze hulp nodig. Ik vind uiteindelijk, en dat sprak mij in de PvdA heel erg aan, is dat de sterkste schouders die dragen bent. Ja. En daar geloof ik. Ik geloof nog steeds heel erg in sociaaldemocratie. Laten we het daar maar ophouden. Dat is wel voor mij de weg. En wie uiteindelijk dat busje bestuurt die over die sociaaldemocratische weg rijdt, ja, dat de ene keer zit er een beetje een paar lekke banden aan dat busje, maar uiteindelijk komen we er wel weer, denk ik. Omdat het gedachtegoed geloof ik heel erg in. Toen jij bij de Partij van de Arbeid kwam, wie zat er toen achter het stuur, zou ik bijna zeggen? Diederik Samson was toen aan het rijden. Ja, dat, maar goed, dat, ja. Ja, en het fragment, het is niet de meest charmante typering, geloof ik, die ze gebruikte. Een apart geval hoorde ik in het fragment. Omdat jouw voorgeschiedenis anders is dan van het gemiddelde Kamerlid. En ook van de gemiddelde fractiegenoot, vermoed ik. Ja, en ik ben heel lang werd ook over mij gesproken als het laagst opgeleide Kamerlid. Terwijl uiteindelijk onderaan de streep had ik meer verstand van bepaalde zaken, vooral op ICT-gebied, dan deze mensen. Dat ik dacht van ja, je kunt mij laag opgeleid noemen. Dus ik ben me toen ook heel erg gaan verzetten tegen dat soort woorden. Dus als goed is, gebruikt nu bijna iedereen praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. Omdat ik denk dat we zijn allebei opgeleid, alleen ik meer praktisch en jullie misschien meer theoretisch. Maar uiteindelijk heb je elkaar allemaal nodig. Nou, en er is ook niks mis met een praktische opleiding. Nee, of met gewoon een opleiding waar je een heel mooi vak leert. Ja, maar het is gek als je het ene laag opgeleid noemt en het andere hoog opgeleid. Want dat is niet waar. Het is wel gelijkwaardig aan elkaar. En dat, kijk, en daar gaat die hele discussie denk ik ook over. Het gaat niet. Ook daar, we zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ook daar gaat emancipatie natuurlijk over. Precies. Dat gaat niet over ik wil geen man zijn of ik wil niet gelijk zijn aan een man, maar wel gelijkwaardig. En dat, nou ja, dat is soms lastig uit te leggen waar dat dan precies in zit. Waar, nou, en dat vind ik ook met bepaald woordengebruik. Dus ja, voor mij is een opleiding altijd waardevol. Ja, zeker. Dus, hoe ging dat toen jij in de Tweede Kamer kwam? Was het lastig om je rol te pakken? Sowieso is er niet echt een opleiding voor Kamerlid of zo. Dus, en ik kwam ook niet uit een omgeving of een universitaire omgeving waar dus schijnbaar, dat hoorde ik ook pas achteraf, iedereen kende elkaar van de universiteit, hadden in debat klasjes gezeten, trainingen gedaan. Ik kwam helemaal uit het niets als mezelf, autonoom in de Kamer. Maar, dus, maar wel met politieke ervaring in de gemeenteraad. Precies, en toch was voor heel veel mensen toch het beeld van, ja, het is toch een beetje een rare mevrouw dit. Ja, want wij kennen haar niet, dus wat is hier aan de hand? Hoe kan zij hier ineens in deze kamer zijn? Ja. Ja. Nou ja, dus ik heb me echt wel mijn plekje in moeten vechten. Dus dat bekende invechten van Mark Rutte moet ik nog wel vaak aan denken. Dat ik dacht van ja, jij hebt het over invechten voor mensen die van uit andere landen komen. Maar zelfs andere mensen, iedereen moet zich van jou dus schijnbaar invechten. Want dat heb ik ook moeten doen in de Kamer. Ja, maar is daarmee die hele Tweede Kamer, 150 Kamerleden verdeeld over een aantal partijen. Hoe zit het dan met de representativiteit van die 150 mensen die daar zitten, vraag ik me wel eens af. Ja, nou ja, dat vroeg ik me dus ook af toen ik daar eenmaal zat en nou ja, uit moest gaan leggen dat een bijstandsuitkering helemaal geen 2000 euro per maand is. Dat,
dat het geen lekker lui achterover hangen. Het is gewoon overleven. Dat is wat je doet. Ja. En het gaat niet om het geld dat je krijgt, maar het gaat ook om de waardigheid die je niet krijgt. En dat kun je niet uitleggen. Ik kon ook niet bij de hele discussie over die toeslagen. Toen moest er ineens heel snel geschakeld worden. En toen zei een aantal mensen, zeiden, ja, dan moeten we gewoon nu even die toeslag stopzetten. Ik zei, maar dat kan niet. Weet je, voor sommige mensen betekent als je dat stopzet, dan komen ze de volgende maand niet door. Nou, dat snapte de helft van mijn collega's, snapte dat niet. Ze zei, ja, maar dan pakken ze toch hun spaargeld. Ja. Welk spaargeld? Je kunt niet sparen. Van, nou ja, en dat, ja, dat zorgde er wel voor dat ik me eigenlijk steeds ongelukkiger ging voelen in de Kamer. Omdat ik dacht van al deze mensen beslissen dus over mensen die het gewoon minder goed hebben. Of die niet een vangnet hebben. Of die niet ouders hebben die jou kunnen helpen met een ton om een aankoop te doen voor een woning. Of, nou, en dat vond ik aan de ene kant wel een eye-opener. Maar maakte me wel sowieso heel onzeker. Ja. Want ik voelde me daar de hele tijd dom ook. Ik was helemaal weer terug in mijn schooltijd. Omdat zij spraken een andere taal dan dat ik sprak. En ik werd constant bevraagd op de dingen die ik zei. Van of het dan wel klopte. En dacht ik van ja, maar wel waar ik vandaan kom, klopt dit. Maar waar jij vandaan komt misschien niet, maar waar ik vandaan kom wel. Dus dat was eigenlijk gewoon een continue cultuurclash in de kamerbankjes. Ja, en het is wel beter geworden. Want daarna zijn er wel wat meer mensen gekomen ook, die wat meer met de poot in de klei hebben gestaan. En er is wel meer ruimte voor gekomen, gelukkig. Dus maar het was echt wel... ik heb me heel eenzaam gevoeld op heel veel momenten. Gelukkig had ik twee hele lieve collega's waar ik nog steeds heel veel contact mee heb. Manon Fokke en John Kerstens. Hmm. En die hebben me uiteindelijk echt wel door die periode heen gesleept. Ja. John Kerstens heb ik ook wel een keer ontmoet. Ja. Dat is ook een ongelooflijk mooie maker. Ja. Dus dat snap ik dan wel. Maar dat wat jij gewoon in dat functioneren in die Tweede Kamer meemaakte... Is dat eigenlijk niet heel in het klein wat je gewoon ook in die hele samenleving ziet gebeuren? Namelijk dat de taal die daar gebezigd wordt helemaal niet meer aansluit bij dat wat er in het dagelijks leven van al die miljoenen Nederlanders gebeurt. Ja, ik denk dat daar een heel groot deel van de onrust zit en ook de ontevredenheid. En omdat het... Het lijkt niet meer over jou te gaan. Of over jouw leven. Of hoe jij het leven beleeft. Of hoe jouw straat is, bijvoorbeeld. En dat maakt het ingewikkeld. Omdat als je naar mensen toe gaat en je gaat met hun praten en zegt van joh, hoe denk jij nou over dit onderwerp? Dat ze veel genuanceerder zijn. Ja. Maar we zijn in een soort social media, Twitter wereld gekomen. Waar als iemand iets op Twitter roept, dat de politiek dat oppakt als, oh, hier moeten we echt iets mee, want de Nederlander vindt dit. Ja. Terwijl dat gewoon... Ja, terwijl Twitter toch niet het meest betrouwbare medium is. En een soort als het al een spiegel ergens van is, is het een lachspiegel. Maar, precies, Dus, maar goed, zullen we eens even naar Celeste gaan luisteren, die alweer klaar zit voor het tweede nummer. Yes. En het tweede nummer, wat ga je zingen? Hey, you feel like home. Feel like home, dat vind ik wel een mooie... Ja. You feel like home.
Dames en heren, en als u nu zit te luisteren of u kijkt naar die livestream, als je op de fiets springt, kun je nog 4 nummers live horen van Celeste, gewoon door naar de Kunstkerk te komen. Dus ja, het was nog leuker dan die livestream, hoor, echt waar. Toch even nog over die Tweede Kamer, want je gaf al een beetje aan van je werd daar niet zo gelukkig. Ik zat in de voorbereiding op dit programma een programma terug te kijken, De Wandeling. Ja. 11 maart 2017, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, met Joris Lintzen. Je beschreef de Tweede Kamer, dat bleef me heel erg hangen bij mij, als een plek waar de eerlijkheid niet zegeviert. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, oh sorry. Waar ik zelf last van kreeg, is dat ik afspraken maakte met mensen in de wandelgangen, dus zeg maar, en dan was je in een debat en dan werd ineens iets heel anders gezegd. En ja, ik ben ook redelijk mezelf en direct en authentiek, dus dan zei ik ook van, maar we hebben net besproken hier buiten, dat, nou ja, en daar kreeg ik dus echt ruzie over met mensen. Want die zeiden, dat kan je niet maken. Dat, ik zei, nee, maar hoezo kan... Dat hoort niet bij de mores. Nee, maar ik zei, ja, maar jij kan het niet maken dat je eerst met mij een afspraak maakt. En je gaat hier iets heel anders zeggen. Ja, maar dat is politiek. Ik zei, nou, nee. Hm. Maar dan gaan we het gewoon veranderen. Dus die hele nieuwe bestuurscultuur waar je zoveel over hoort. Ja, dat heb ik geprobeerd ook te veranderen, maar het gebeurde. Je was een pionier van de nieuwe bestuurscultuur. Nou ja, omdat ik heel erg geloof in oprechtheid, in eerlijkheid. En ik heb in een debat gestaan met Gert-Jan Segers, waar mijn partij vond dat we een langere bewaartermijn moesten hebben. Ik vind persoonlijk van niet. Maar ik heb wel te dealen met een partij. Je spreekt namens een partij. Dus op een gegeven moment hadden we daar een compromis overgesproken. Ja, en elk compromis wat van nul naar... dat is gewoon al meer dan dat ik zou willen. Maar goed. Dus ik stond daar. En toen begon Gert-Jan Segers heel erg te... Ja, maar ik ken u als iemand. En toen zei ik uiteindelijk van, ik worstel hier ook mee. Ik worstel hier oprecht mee. Want ja, als het de Partij van Astrid zou zijn, dan zou het inderdaad nul zijn. Maar het is de Partij van de Arbeid. En ik sta hier namens mijn fractie. En dit is wat mijn fractie van mij verwacht. Maar ja, ik worstelde mee. En toen wilde die nog harder erin. Toen zei hij, weet u, ik zie dat u oprecht worstelt. En ik laat het hierbij. En toen dacht ik van, weet je, want we kunnen natuurlijk elkaar heel de tijd een maat gaan nemen. Maar uiteindelijk sta je daar inderdaad als woordvoerder. Ja. Maar je staat er ook omdat je
iets voor elkaar wil krijgen. Ja. Dus de spelletjes die er dan gebeuren. En dan is Gert-Jan Segers waarschijnlijk daarin een redelijk integer mens. Ja. De spelletjes die daar gebeuren, daar... Daar houdt de buitenwereld ook niet van, denk ik dan. Ja, en dat is dus het gekke. Want de mensen daarbinnen denken namelijk dat dat erbij hoort. En dat het zo moet. Dus ik heb met Diederik ook nog wel eens een discussie gehad daarover. En die zei op een gegeven moment van... maar jij houdt niet... Of jij snapt het spelletje niet. Dus ik snap het spelletje wel, maar ik vind het niet leuk. En ik wil gewoon niet meedoen. Nee. En ik weiger ook om hier aan mee te doen. Toen zei ja, dan heb je het hier moeilijk. Ik zeg, ik heb het hier ook moeilijk. Maar ik ben ergens aan begonnen en ik maak het wel af. Ja. Maar hierna ga ik niet verder. Nee, ik bedoel, dat was ook duidelijk. En, ik keek ook naar dat programma De Wandeling. En ik dacht, het woord deceptie schoot door mijn hoofd. Wat moet jij je daar eenzaam gevoeld hebben? Ja en nee, want het grappige was dat ik op een gegeven moment begon ik een beetje door te krijgen van oké, maar wacht even. Dus ik kan ook allemaal mensen hier uitnodigen, ik kan met iedereen spreken. Dus op een gegeven moment had ik gewoon de hele dag door afspraken met mensen die waarvan ik hun verhaal wilde horen, zodat ik dat kon gebruiken. Dus je vond de route naar zoveel mogelijk die samenleving uitnodigen op je werkkamer en voeling houden met de realiteit wat dat betreft. Ja. Ja, dus ik had heel veel. Ik heb heel veel kopjes koffie gedronken met heel veel mensen. Wat me ook heel veel tot nieuwe inzichten bracht. Ja. En, maar me ook de kracht gaf om door te gaan. Want ik heb achter de schermen ook mensen geholpen die eigenlijk uitgezet zouden worden. En ik vond dat mooi om te doen. Omdat ik dacht van daar hoeft verder niemand iets van te weten. Als ik maar weet. Want en dat is dan weer Hans Spekman, die zei op een gegeven moment van. Je zit wel in het centrum van de macht. Als er iemand dingen kan veranderen, is het een Kamerlid. Ja. En gebruik die macht gewoon. Dus ik heb jongeren geholpen waar het niet goed mee ging op school. Heb ik gewoon de directeur gebeld van dit moet anders. Ik ben het spel gaan spelen, maar op mijn manier. Maar vooral de ombudsfunctie die voor een deel ook aan die politiek leeft. Ja. Ben je vorm en inhoud gaan geven. Nou, zei ik net grappigerwijs al van eigenlijk was je de pionier van die nieuwe bestuurscultuur. Want dat spelletje, dat wordt nog steeds zo gespeeld. Daar is veel over te doen. Er is veel behoefte aan die nieuwe bestuurscultuur. Wat maakt nou dat al maar niet lukt? Dat mensen op de rem staan, dat het spelletje dat spelletje blijft. En eigenlijk de geloofwaardigheid achteruit blijft hollen. Ergens moet dat een keer misgaan, denk ik dan. Ja, nou ja, wat een hele mooie dooddoener is, maar die wel echt, of een cliché, en clichés zijn niet voor niks waar, is dat de verandering moet van binnenuit plaatsvinden. Dus ik heb ooit samen met Lea Bouwmeester bij het transparante lobbyvoorstel gedaan aan de Kamer. Waarbij we een aantal zaken opgeschreven hadden. Dit moet het bedrijfsleven doen, dit moet de overheid doen, dit moet de Kamer zelf doen. En het was zo grappig dat uit die commissie dus naar voren kwam dat zij ook vonden dat inderdaad het bedrijfsleven allerlei dingen en ook de overheid, maar de zaken die wij hadden opgesteld voor de Kamer zelf, nee, maar dat ging echt iedereen te ver. Toen dacht ik, inmiddels wel gebeurd. Ik bedoel, Kamerpas moeten alle Kamerleden nu gewoon inleveren als ze weggaan. Is het een symboolpolitiek misschien. Maar ik vind wel dat als je vragen stelt aan de wereld om je heen. Van jij moet dit veranderen, jij moet dat veranderen. En je gaat zelf niks veranderen. Ja, dat past niet. Ja, zo sta ik niet in het leven. Nee. Dus dat, en daar zie je wel heel erg. Er is gewoon een bepaalde morris in die Kamer. Het is heel ingewikkeld om dingen te veranderen. Want je merkt gewoon dat die cultuur is daar nu eenmaal. En het wordt ook. Nou ja, als je kijkt naar universiteiten, hoe het daar gaat, zie je ook zo'nzelfde soort cultuur. Het is een gesloten bolwerk. Er wordt op een bepaalde manier over mensen gesproken die minder zijn in jouw ogen. En dat geeft me geen goed gevoel. Nou ja, en deze mensen zijn wel de nieuwe bestuurders van de nieuwe Kamer. We gaan het straks natuurlijk nog uitgebreid hebben over emancipatie en over jouw inzet, ook voor de LHBTI. Q moet er tegenwoordig volgens mij ook bij.
En je vertelt dit, dan moet ik inderdaad denken aan dat Amsterdamse koor. Ja. Die hele studentenkliek en wat die jongens zo onderling al lopen te brallen. Daar word je inderdaad ook niet vrolijk van. Nou, helemaal als je bedenkt dat dit de nieuwe generatie dokters, bestuurders... Politici. Ja, precies. En dat was voor mij nog veel erger, omdat op deze manier weer opnieuw te moeten herbeleven, laat ik het zo maar zeggen. Want dit is wel, het is een bepaalde cultuur en die moet dus daar al doorbroken worden. En als dat, nou ja, nu blijkt dus dat dat daar dus ook nog steeds niet doorbroken is, dus ja. Dat al jaren achtereen blijft dat toch elk jaar zo aan het begin van een nieuw studiejaar tot bizarre taferelen leiden. Ja. Ik bedoel, vorig jaar hadden we vooral Groningen in het nieuws. Nu is het Amsterdam eventjes. Maar het gaat over studentenverenigingen waar het toch wel heel bijzonder eraan toe gaat. Ja, en ik... ook daarom zou ik niet hoog en laag opgeleid meer willen gebruiken. Maar dat is een ander verhaal. Omdat ik denk dat het heel erg gaat over normen en waarden. Hoe ga je met elkaar om? En dan denk ik, dit zijn allemaal vaak wel jongeren die het gewoon net iets beter hebben gehad. Je zou verwachten dat ze van huis uit net iets meer meegekregen hebben. En ja, als dit dan de uitspraken zijn die je gaat doen over vrouwen, dan denk ik van oeh. Ja. Ik zie de toekomst toch nog niet zo heel rooskleurig in. Maar goed, dat kan aan mij liggen. En ik zie gelukkig ook een hele grote groep jongeren die wel... fatsoenlijk met elkaar om kunnen gaan en niet op deze manier over vrouwen spreken. Dus het kan wel. Ja, ik heb veel hoop geput uit het boek De Meeste Mensen Deugen. Van Bregman, ja. Dus ik hoop maar dat dat echt zo is. Hoe is het verder op dit moment met Astrid en de sociaaldemocratie? Ben je nog betrokken bij de Partij van de Arbeid? Volg je er nog dingen in... Ja, ik ben als voorzitter COC Nederland natuurlijk politiek onafhankelijk. Dus dat scheelt al heel veel. En ik volg eigenlijk alle partijen nu. En dat is best wel een fijne positie. Want je bent, als je meer van de afstand kijkt naar hoe functioneren nou eigenlijk al die partijen. En je kunt daar wat meer van een afstandje naar kijken. Dan denk ik dat we allemaal nog wel hoop te leren hebben. Ja. Dus, maar ik doe wel. Ik vind bijvoorbeeld de Rode Vrouwen nog steeds. Ik ben ooit begonnen bij de Rode Vrouwen. Echt belangrijk, omdat dat heel erg over emancipatie gaat. Dus daar ben ik nog wel bij. Het kindje van Lisbeth en El, volgens mij, de Rode Vrouwen. Ja, ook. En er zitten. Er komen echt wel hele goede bestuurders ook uit voort. Mariette Hamer, onder andere. Dus . Weet je, en dan denk ik van, dat is wel de groep vrouwen waar ik graag naar kijk. Omdat dat gewoon echt geëmancipeerde vrouwen zijn. Die ook uit alle lagen van de bevolking. En dat vind ik denk nog het meest prettige eraan. Dus, dus dat die verscheidenheid daar in ieder geval goed terug te vinden is. Ja, ook om toch die band met de sociaaldemocratie te houden. Want als ik alles wat ik... denk en doe, dan denk ik, ik ben wel echt een sociaaldemocraat in hart en nieren. Dus dat pak je niet zomaar van me af. Maar nu even onafhankelijk. Ja, maar wel onafhankelijk partij. Hoewel volgens mij dat onafhankelijke en dat autonome gewoon eigenlijk vanaf de wieg tot nu altijd zo geweest is. Maar... Ja, dat is wel waar. Maar uiteindelijk moet je, als je Kamerlid wil worden, moet je aansluiten bij een partij. Dus kies je ook inderdaad wat het dichtst bij je past. Dat is het systeem, hè? Dat is het systeem, ja. Het zou mooi zijn als je dus echt onafhankelijk ook Kamerlid zou kunnen worden. Maar wie vertegenwoordig je dan? 1848 Thorbecke ging niet uit van politieke partijen. Nee, dat klopt. Huis van Thorbecke, daar hebben we het vaak over gehad ook inderdaad in de Kamer, ja. Het begrip politieke partij is niet iets wat in onze grondwet staat. Nee, want uiteindelijk kies je ook mensen en niet een partij. En dat is het gekke. Maar, die spanning, dat zit er gewoon heel diep in. Ja, die voelde ik natuurlijk ook altijd al. Ik dacht altijd, ik ben autonoom en ik zit hier ook om namens mezelf te spreken. Dat werd niet altijd gewaardeerd, maar goed. Nee, er is op dit moment eentje die dat heel erg adequaat doet volgens mij. Dat is meneer Omtzigt. Maar, Ja.
Nee, en die loopt ook al heel lang mee, dus die kent ook alle spelletjes. Dus ja, die weet die kent, echt heel die kent goed. Al die spelletjes, ja. Ja, en die zijn over hem ook wel gevoerd, by the way. Maar ja. We gaan weer even naar Celeste voor het derde nummer in het eerste uur. Ja, die heet The Smoke of the City. We gaan lekker luisteren. Mag mijn gitaar iets zachter? You were a passing train, was standing on the station. I was in dying vain, tired of all the waiting. You were a lightning bolt, striking right through my world. I saw no exit sign, surrendered to the motion. Knew that it was alright, I had this inner knowing. But I just played along, found myself in your arms. And days flew by, and nights grew colder than a dying glow or North Pole summer. We were close to being almost lovers. Remember we smoke of the city.
Dankjewel. Dames en heren, Celeste. En in het tweede uur gaat u haar nog 3 keer horen. Hoe fijn is dat? We hadden het even terug in het gesprek over het feit dat we elkaar in 2019 in de Grote Kerk al een keer tegen waren gekomen. Ja. We herdachten zoiets als de synode. We gaan even kijken naar een fragmentje van iemand die daarbij toen in de organisatie betrokken was. Hey Astrid, welkom in Dordrecht. Het voor jou misschien wel bekende Dordrecht. Ze zagen je in ieder geval als een keertje meelopen tijdens een van onze Pride Walks. En in 2019 was je natuurlijk te gast tijdens ons nationale LHBTI-congres in de Grote Kerk. Over jezelf kunnen zijn binnen het geloof. Nog steeds een belangrijk thema, zeker in onze regio. Hier in Dordrecht krijgen we niet altijd even makkelijk de handen op elkaar voor een Pride bijvoorbeeld. En is het thema nog wel eens een beetje onzichtbaar. Reden genoeg dus om ons daarvoor in te zetten en te blijven zetten. En daarvoor ben ik ook verheugd met de samenwerking, nauwe samenwerking met de COC-afdeling Rotterdam. Die ook een werkgroep hier in Dordrecht wil gaan oprichten samen met ons. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen kan houden van wie die wil. En Pride vol trots kan uitdragen zonder hoeven schamen om een regenboogvlag uit te hangen tijdens de Pride. Wat we nog steeds tegenkomen hier in Dordrecht. Mijn vraag is een beetje, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet alleen in Rotterdam of de grote steden waar grotere Pride zijn. Toch kunnen houden van wie ze willen. En ook mensen die worstelen met hun genderidentiteit of geaardheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gewoon veilig zichzelf kan zijn, ook in de regio, juist in de regio. Lennart Lenskens, ja. Heel actief hier in Dordrecht als het gaat om de Dordrecht Pride. Ik verklap maar vast dat die dit jaar op 2 september hier in Dordrecht in ieder geval weer plaatsvindt. Met een film in de Kloostertuin, met een hartstikke gaaf dansfeest volgens mij in het Energiehuis. Top. Met Dancing in the Street. Ik hoop dat ze ook wat uitbundig zijn, zoals we dat in Amsterdam in ieder geval zien. En Rotterdam. Groningen dit weekend. En hij vraagt terecht van hoe krijg je dat nou in de regio net zo lekker voor elkaar als in Amsterdam. Ja, jij bent voorzitter van het COC, je maakt al die bewegingen mee, je komt op al die plekken. Hoe is dat? Heb je tips voor Lennart? Want hij is zo hartstikke goed bezig, die gast. En, ja. Dat verdient zoveel aandacht. Ja, ik ken Lennart inderdaad en hij is super actief. En ik zie dat hij ongelooflijk zijn best doet, wat heel goed is. En ik denk dat wat je uiteindelijk moet, de verandering moet van binnen uitkomen. Net als in de Kamer. Ik had het al een keer gezegd. En zo is het ook met dit hele verhaal. Wat je vooral merkt is dat bij een Pride hoort ook een Pride Walk. En daar start eigenlijk de Pride altijd mee. Want Pride is protest. Je loopt met z'n allen. En daar moet je zorgen dat je zoveel mogelijk mensen aangehaakt krijgt. Ja. Omdat het gaat over zichtbaarheid. Ja, nu heb ik mij ook dit jaar wel weer verbaasd, opgewonden. Want dan zie ik zo'n Carolien van der Plas, boer-burgerbeweging, ergens beweren dat als mensen zich zo gedragen als zij ziet op de Pride, dan willen ze niet geaccepteerd worden. Lol. Ja. Ja, weet je, ik vind dat iedereen is mooi zoals die is. Ja, en dat was als jij... Twitter, hè, op die lachspiegel. Ja, precies. En als je in een leren slip op een boot wil gaan dansen, ook jij mag er zijn. Mm-hmm. Wij hadden vanuit het COC een GSA-boot, dus met heel veel jongeren. In alle geuren, kleuren, maten, soorten, noem het maar op. Er was ook een jongen van 11 die helemaal zichzelf kon zijn en... Ja, ik word er heel blij van. En die staat dan niet in een leren slip op een boot. Omdat het gewoon niet bij hem past. En dat hoeft hij ook helemaal niet te doen. Want dan mag gewoon zichzelf zijn. En ik vind dat voor al deze verschillende mensen moet er gewoon ruimte zijn. Dus in mijn hoofd en in mijn wereld en in mijn leven is diversiteit een norm. Dus ik kijk helemaal niet naar, gedraag jij je wel zoals het hoort. Nee, want voor mij is het zoals jij je gedraagt,
dat is gewoon oké. Want dat is wie jij bent. Dus misschien is dat ook wel die autonome persoon die ik zelf ben. Ik conformeer me eigenlijk nooit ergens aan. Dus toen ik ging werken, was ik nog een punkmeisje. En had ik gewoon getoupeerd haar. Ik had overal oorbellen. En dan zei ze bij de Albert Heijn, nou, weet je, als hartstikke fijn dat je hier werkt, maar zou je dan in ieder geval dat ding uit je neus willen halen? Nou, zei ik, nou, prima. Ja. Ja. Of zou je haar dan... Maar ze hebben nooit gezegd van, je mag je haar niet meer verven of wat dan ook. Terwijl ik denk van, dat hoeft ook helemaal niet. Want ik zat gewoon daar achter de kassa, was ik mensen spullen aan het verkopen. Ja. En er was niemand van die klanten die zei van, nou, ik wil niet door haar geholpen worden hoor. Want de haar zit niet netjes. Dat is gewoon onzin. Dat is wat in onze hoofden zit. En dan zeg ik onze. Maar ik bedoel dat toch vooral van bepaald soort slagmensen. Die denken van, dat een ander dat niet wil. En ik heb dat misschien bij Caroline ook wel een beetje. Zij heeft ooit die opmerking gemaakt. Ze heeft er later weer afstand van genomen. Omdat ik ook dan hoop, you live, you learn. Dus dat ze ook door de jaren heen heeft gezien van, oké, maar ook deze mensen mogen er gewoon zijn. En ook deze mensen mogen vieren wie ze zijn. Wat ja. is er nou zo lastig aan, denk ik dan, om als de ene mens gewoon te accepteren en ervoor uit te komen dat ieder ander mens ook gewoon zichzelf moet mogen zijn. Ik bedoel, toen wij elkaar in 2019 spraken, ging het over de Nashville-verklaring. Ja, zeker, ja. Die was uit Amerika komen overwaaien. En zo ongeveer rond die tijd dat jij iets mocht vertellen in de Grote Kerk, had het aantal Nederlandse voorgangers in kerken de stoute schoenen aangetrokken om die Nashville-verklaring te ondertekenen. Ja, orthodoxe mannen. Ja. Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik daar veel last van heb, van die groep. En dan ook nog vaak orthodoxe witte mannen. Mm-hmm. Die hebben een bepaald beeld van hoe jij je als vrouw moet gedragen, hoe jij je als mens moet gedragen. Ja, en dat je als LHBTI'er überhaupt beter, maar niet in het straatbeeld kunt verschijnen. Ja, weet je, je mag het wel zijn, maar niet doen. Ja, come on. Je gaat mensen liefde ontzeggen. Hè? Waarom zouden twee mannen niet heel liefdevol een relatie met elkaar op mogen bouwen? Ja. Sorry, maar ja, ik heb zoveel diversiteit om me heen in mijn hele vriendenkring. Ook als voorzitter kom ik natuurlijk heel veel tegen. En ja, als ik al die relaties zie en al die de blijheid en de vrijheid en vooral met Pride... Ja. Praten we zo over door, want ik hoor de tune. We gaan even naar het journaal. Oh jee. En dan begint daarna het tweede uur alweer. Heel goed.